Voor Rachid Bouaouzan moet het lekker zijn om weer wedstrijden te spelen. Hoewel, het lichaam moet wel duidelijk opnieuw wennen aan het ritme. Het is een beetje zwak, mijn hamstring is een beetje zwak. En ik was het opgelopen na de wedstrijd tegen Twente. Ik kreeg een beetje kramp in de bus. En ja, het is nog steeds een beetje... Je hebt een blessure opgelopen in de bus? Nou, niet echt in de bus, maar het was meer kramp van de wedstrijd. Dat geeft aan natuurlijk dat hij niet gewend is om hele wedstrijden te spelen. En ja, daar moet hij aan wennen. En bij ons kan hij dat. En bij ons krijgt hij daar ook de tijd voor. Dus ik verwacht dat hij donderdag gewoon volop tegenaan kan. En dus praat Mario Been tijdens de training regelmatig met hem. En Been blijkt oprecht blij met het feit dat Bouaouzan nu voor NEC speelt. Er zijn altijd momenten in het voetbal dat je het niet meer verwacht en dat er toch nog hele mooie dingen op je pad komen. En wij moesten natuurlijk ons vizier op meerdere spelers richten, omdat wij wisten dat er een hele hoop niet haalbaar was financieel. Ja, en als je dan de kans krijgt om Rachid weg te halen uit Engeland, ja, dan moet je dat met beide handen aanpakken. Zeer creatief, goede actie. Het is af en toe een dromer, maar het is wel een jongen waarvoor ik naar het stadion ga. Nou, kleeft er aan hem ook dat verhaal van Kokmeijer? Iedereen die de naam Bouaouzan hoort in de voetbalwereld, die... Eerste gedachte is toch van, oh, dat is die jongen die. Laat ik vooropstellen dat het heel erg is geweest, ook voor Niels Kokmeijer, die misschien nu zit te luisteren. Maar goed, op een gegeven moment maak je fouten in je leven en ja, dan hoop je dat dat vergeven wordt. En ik hoop ook dat het Nederlands publiek het hem vergeeft. Maar ja, dat is aan mij gewoon de taak om ervoor te zorgen dat ze mij herinneren als de voetballer en niet van de speler die geschiedenis heeft. Hij heeft daarvoor geboet. Hij is 1,5 tot 2 jaar achterna gezeten door allerlei supporters die hem altijd uitfloten. Maar deze jongen heeft daarvan geleerd. En ik hoop dat hij daar weer een hele positieve nieuwe kans voor krijgt. Dat hij zijn wedstrijden kan spelen en dat hij de mensen kan laten genieten zoals hij het kan. En hij kan geweldig voetballen. Ik ben gewoon weggegaan omdat ik vond dat ik op dat moment gewoon... eigenlijk gewoon lekker in het buitenland wilde voetballen. En ja, het speelde ook wel een gedeelte mee. Want je hebt toch een enorme geldsom om je nek hangen die je moet betalen aan derden. En dat is gewoon lekker verrekend in de... Vanwege de rechtszaak. Ja, dat is gewoon lekker verrekend in de transfersom. Mario Been zit er bovenop, want donderdag wacht Dynamo Boekarest. De club van de oud-Ajaxide Nicolai Mitea en Bogdan Lobont. Wat wij ervan weten is dat het een hele stugge ploeg is. Oostblokland, ze zijn heel goed georganiseerd. Heel erg verdedigend, met name in de uitwedstrijden. Ze loeren op die ene kans. Ja, ik ben er niet bang van. Ik vind dat wij weer progressie gemaakt hebben. Ook als ik kijk naar de wedstrijd afgelopen weekend bij Twente uit. Waar we toch de tweede helft geheel gedicteerd hebben. Dus er zit een enorm vertrouwen in dit team. En dan zijn wij tot hele mooie dingen in staat.